Vandaag is er ongetwijfeld veel gepraat over Boer zoekt vrouw, waar maar liefst 2 Achterhoekse boeren aan meedoen. En vandaag werd bekend dat zanger Benny Joling van Normaal wordt bedreigd nadat hij in het nieuws kwam met het beeldenschilderij waar ook Adolf Hitler en Anders Breivik op staan afgebeeld. Maar wij hebben het vandaag over politiek, de A15 en over het grote Kika Mezingfeest, waar we ook nog eens vrijkaarten voor mogen weggeven. Dus blijf kijken. Het is vandaag maandag 3 september 2012 en dit is Gelderland Vandaag. Vandaag hebben we 4 gasten aan tafel over allerlei verschillende onderwerpen. Zowel regionaal als landelijk is vertegenwoordigd, want ook deze maandag hebben we een politieke gast aan tafel. Het is de lijsttrekker van de SOPN, Johan Oldekamp. Van harte welkom. Johan, op internet, allereerst trouwens, SOPN. Heel veel mensen zullen het niet kennen. Waar staat het voor? Het staat officieel voor Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Ja. Dat is een hele mond vol en eigenlijk kort het gewoon af naar SOPN. Ja. Veel mensen weten ook niet eens meer waar VVD voor staat, dus... Het is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Nee, is niet zo belangrijk. Daar praten we straks even over door. Want daar wil ik graag wel even iets meer nog van weten. Maar we starten even met een filmpje. Want op internet vonden we een filmpje van een groepje mensen dat de SOPN een warm hart toedraagt. En daar gaan we eventjes naar kijken. Oké. Stem SOPN, na 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 na. Stem SOPN. Het klinkt een land, een nieuw geluid, een soeverein, een reken uit. Want wij gaan voor de vrije stem SOPN. Stem SOPN, na 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 na. Stem SOPN. Er klinkt in het land een nieuw geluid, de soeverein, de reken uit. Want wij gaan voor de vrije stem SOPN. Er klinkt de zon die zal weer schijnen, je zorgen gaan verdwijnen. Want wij nemen ons recht en onze vrijheid terug. Klopt het wat deze groep zingt? Vrijheid? Ja, dit zijn bijna allemaal kandidaat-kamerleden van de SOPN. Ja? Dus die staan op de lijst voor de... Ja, ik ken ze allemaal. Ik ken ze allemaal, uiteraard. Ja. Een nieuw geluid. Dat is waar uw partij voor staat. Ja, want wij zijn eigenlijk klaar met de oude politiek. We denken niet dat de oude politiek geluisterd heeft naar wat de mensen willen. En we gaan zelfs nog verder. We zeggen dat de oude politiek verantwoordelijk is voor alle problemen die we nu hebben. In de zorg, op het gebied van de financiën, naar de ecologie... Ja, ga zo maar door. Eigenlijk is het moet helemaal anders. Het moet echt helemaal anders. En wij zeggen ook, als je nou nog op een oude partij stemt... dan moet je straks niet gaan zeuren dat je straks nog meer moet betalen voor nog minder. Dus er is nu een kans om op een andere manier verder te gaan. En daarom doen we mee met de verkiezingen. Oké, straks even meer. Ook aan tafel zit Arjan Winter. Van harte welkom. U bent van Argus A15. Sinds een paar dagen staan er in Zevenaar grote spandoeken. Daarom zitten we hier aan tafel. Waarom hangen die spandoeken daar? Die spandoeken hangen er omdat de Rijkswaterstaat voornemens is de aansluiting van Zevenaar op de A12, de bestaande aansluiting. Onder Zevenaar is beter bekend als de Grietse Poort. Om die te gaan af te gaan sluiten als onderdeel van de plannen om de A15 door te trekken tussen Bemmel en Zevenaar. Ja, ook aanwezig Dini Polman en Gijs de Bruin. Van harte welkom. Jullie zitten hier vanwege het grote Kika Mezingfeest. Dini, waarom heb jij dit grote Mezingfeest georganiseerd? Ja, omdat ik vorig jaar voor het eerst ook een middagavond had. Ja, en dan voor de kinderen die ziek zijn, hè. Je was al eens een keer eerder bij zo'n evenement. Ja, vorig jaar. Nee, dit is de tweede keer dat ik het nu organiseer. Oh, oké. Okay. En Gijs de Bruin, jij doet mee? Ja. Met het grote Kika Mezingfeest? Waarom doe jij mee? Ik heb Dini een klein beetje geholpen met de organisatie. En ik draag het een warm hart toe. Dus vandaar, Dini kon wel een beetje hulp gebruiken. Nou ja, dat hebben we gedaan, hè? Ja. Hartstikke mooi. Ja. Nou, Gijs, wij kennen jou, of er zijn misschien wellicht kijkers die jou kennen. Er zijn er misschien ook die jou niet kennen. Dus daarom laten we heel even een kort filmpje van je zien. Oké. Okay. Jij bent...
Gijs, heb jij de vorige keer ook meegedaan met het grote Amazing Feest? Ja, ik heb de vorige keer ook het schema mogen maken. En dit jaar zit het nog strakker in elkaar. Ja? Dus hebben we nog meer pauzes ertussen uitgehaald. En er zijn nog een paar extra artiesten gekomen. Ongelooflijk hoeveel artiesten eraan mee willen werken. Hoeveel artiesten werken er mee? Nu op het moment? 14. 14, hè? 14, ja. En allemaal belangeloos. Ja, allemaal belangeloos. Ja. Er wilden er nog veel meer komen. Maar ik heb ze maar op een lijst staan. Misschien volgend jaar. Nou, dat is toch een luxe probleem. Als het een vast evenement wordt nu. Want ik krijg gewoon allemaal positieve reacties. Iedereen werkt mee waar ik kom. En we zijn ook met... Vorig jaar had ik een hele grote verloting. Maar nu gaan we dan een veiling houden. En dat Daarvan gaat de opbrengst ook naar Kika? Alles gaat naar Kika, alles. Ik heb, vorig jaar had ik een bedrag opgehaald. Ik wilde het nu wel verdubbelen. Of nog meer. Oké, gaan we straks over verder praten. Dat zou natuurlijk mooi zijn. We gaan eerst praten namelijk met SBN-lijsttrekker Johan Oldenkamp. We hadden het straks al over de naam. Hè. U zei, de naam is niet zo belangrijk. Het is belangrijk waar wij voor staan. We hoorden straks al in het lied Vrijheid. Dat is erg belangrijk. Hè. Maar hoe lang bestaan jullie eigenlijk? Ja, daarom zei ik, die naam is niet zo belangrijk. Het is ooit begonnen als een persbureau. Ja? Want wij willen eigenlijk... Toen stond de P nog voor persbureau? Correct, ja. Want we willen graag een aantal dingen naar buiten brengen die over het algemeen lastig is om het reguliere nieuws te krijgen. Maar op het moment dat je een persbureau bent, dan mag je overal naar binnen. Dus dat vonden wat zijn dat dan voor dingen die lastig zijn om naar buiten te brengen? Nou ja, ik weet niet of de Gelderlanders erop zitten te wachten, maar er worden af en toe strepen in de lucht getrokken. Die naar ons idee geen gewone vliegtuigstrepen zijn, geen condenssporen. Ja. Er zitten zaken... Die strepen die je in de lucht ziet, als het een mooie strakke blauwe lucht is, dan zie je witte strepen achter een vliegtuig. Ja, die zie je, maar sommige die verdwijnen niet heel snel. Die blijven echt de hele dag hangen en dan ontstaat een soort rasternetwerk. Ja. Nou, dat vinden wij raar. We willen graag weten wat daar precies aan de hand is. Nou, over het algemeen... U denkt dat daar iets achter zit? Nou, wat zou daar achter kunnen zitten dan? Als mensen die dit zien gaan googlen op chemtrails... Chemical trails, chemische sporen als het ware. Chemtrails, de CHEM is dat dan? Ja, en dan TRAILS. Ja. Dan kom je heel veel informatie tegen die erover gaat. Nogmaals, ik heb hier geen harde bewijzen van. Ik heb alleen wel heel veel mensen die onderzoek hebben gedaan. En die ontdekken dat er bijvoorbeeld stof als barium in zitten of andere zware metalen. Ja. En dat vinden wij een raar verhaal. Dus waarom is dat raar? Nou, waarom zou je in hemelsnaam barium in de lucht spuiten? Ja. Dat hoort daar niet, ik ben niet zo thuis in de... Nee, veel mensen niet. En het wordt al een beetje scheikundig op deze manier. Dat hoort niet uit het vliegtuig te komen, hoort er absoluut niet uit te komen. Okay. Nee, het zijn dus we worden besproeid, dat is de veronderstelling. Ja. En daar willen we graag aandacht voor. Maar we merken dat er heel weinig kans voor is, omdat de meeste media denken dat je niet goed bij je hoofd bent als je hierover begint. Ja. Veel kranten die willen er niet over schrijven. We willen het gewoon onderzocht hebben. En daarom zijn we nu als politieke partij, doen we mee met de verkiezingen. Want op het moment dat wij in de Kamer zitten en we gaan je serieuze vragen over stellen, dan dient er aandacht. Het gaat dan niet alleen over die streep in de lucht, nee, denk ik. Nee, uiteraard niet. We gaan er veel meer in. Het gaat over E-nummers die in onze voeding zitten. Het gaat over de manier waarop bijvoorbeeld mest onze grond steeds verder verzuurt. Waardoor we steeds grotere problemen krijgen met onze landbouw. Ja. Waardoor de dingen die we verbouwen steeds minder vitamine, steeds minder mineralen krijgen. Waardoor de voeding die we binnenkrijgen steeds minder gezond wordt. Waardoor we steeds meer klachten krijgen. Waardoor er steeds meer mensen ongezond worden. Naar het ziekenhuis gaan. Waar ze volgens farmaceutische middeltjes krijgen. Waardoor hun eigen zelfgenezend vermogen aangetast wordt. Nou, kortom, het is een heel lang verhaal. Ja. Maar we zijn heel veel zaken. Nou ja, lang, maar... Heel veel zaken is... die... Zijn er andere politieke partijen die hier zich mee bezighouden? Ik heb niet alle partijprogramma's heel intensief bestudeerd. Maar het grote probleem wat wij in ieder geval signaleren... is dat niet het belang van het volk op dit moment gediend wordt... maar van de multinationals en de banken. Ja. En er is volgens mij niet één partij die dat zo open en eerlijk op tafel durft te leggen als de SOPM. Want wij zeggen, er zit geen volksvertegenwoordiging in Den Haag... maar een vertegenwoordiging van het grootkapitaal. En dat is dus nadrukkelijk niet in het belang van de mensen. Ik heb even op de website gekeken. Hè, en daar zag ik onder andere dat... volgens uw partij moet de armoede worden bestreden. En daar heeft u rigoureuze, in ieder geval niet standaard oplossing voor. Dat is het basisinkomen. Hoe zit dat precies? Ja, daar krijg ik veel vragen over als ik op campagne ga door het land. Allereerst is het onderwerp al heel erg lang uitgezocht. Al vanaf 1996 is er een website over, basisinkomen.nl. Ja. En daar kun je alle informatie over een basisinkomen vinden. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat iedereen
voldoende krijgt om te voorzien in eigen basisbehoeften. En dan hebben we het over onderdak. Van de overheid. Van de overheid, ja. Want we vinden dat je daar recht op hebt. Je hebt recht op fatsoenlijk onderkomen, je hebt recht op eten en je hebt recht op en kleding. En hoe zou zo'n bedrag dan, ja, dat hangt, is dat bedrag? We willen ook de woonlasten fors naar beneden brengen, omdat de hypotheken veel te hoog zijn naar ons idee en ook de huren. Dus die kunnen heel veel naar beneden. En nou, dan zullen heel veel mensen met u eens zijn, maar dat is natuurlijk niet iets wat zomaar omgebogen kan worden, toch? Nou, dat denken we wel, want in IJsland is dat gebeurd. Veel mensen weten het niet, maar in 2008 is er een soort revolutie in IJsland geweest, waarin alle mensen alle hypotheken hebben kwijtgescholden van hun eigen land. En ze hebben de staatsschuld kwijtgescholden. Ze hebben hele stoere dingen gedaan. Alleen de reguliere media heeft er niet of nauwelijks over bericht. Nou, wat wij zeggen, wat in IJsland kan, dat moet in Nederland ook kunnen. Dus wij kunnen die hypotheeklasten kunnen we fors naar beneden brengen. Wij kunnen de huren fors naar beneden brengen. En dan kun je met veel minder geld kun je dit doen. In Brazilië willen ze in 2014 dit al gaan invoeren. En dat is het al 5 na grootste land op deze planeet. Nou, als het daar kan, dan moet het in een kleine kikkerlandje als Nederland toch ook kunnen. En ook over de zorg maakt u zich zorgen? Wat moet er daar anders volgens u? Op dit moment wordt de zorg gedomineerd door de farmaceutische industrie. En daardoor worden eigenlijk alle benaderingen, nou, jullie hebben het over kanker, maar er zijn in Duitsland heel veel prachtige behandelmethoden om kanker volledig te gaan genezen. Alleen in Nederland blijven we toch een beetje hangen met chemokuur en bestraling, waardoor je het probleem alleen maar erger maakt. En daar willen we dus ook 100% openheid over. Mm-hmm. Want dan kun je op een veel goedkopere manier en vooral veel effectievere manier omgaan met deze toch vervelende ziekte. En het is niet alleen kanker, maar eigenlijk alles wat nu op dit moment farmaceutisch wordt aangepakt, zorgt ervoor dat je uiteindelijk minder kracht in je lichaam hebt. Dus je zelfgenezen vermogen gaat erdoor achteruit, waardoor je nog sneller vatbaar wordt voor nieuwe ziektes. En dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Gijs, zijn dat standpunten waar jij iets in ziet, waar je ook in kan vinden? Of zou je stemmen op de SOPN? Nou, ik vind het wel goede dingen die gezegd worden in ieder geval. En hoe ik daar tegen aankijk. Inderdaad, je eigen weerstand gaat helemaal naar nul met zo'n chemotherapie. Ik heb toevallig momenteel zeg maar een beetje in een nabije omgeving iemand die er middenin zit. Mm-hmm. Ja, en als je dan ziet wat voor bijverschijnselen er allemaal zijn en zo. En dat je ziet hoe ontzettend ziek iemand van chemo wordt ook. Met name, ja, dan hoop ik inderdaad dat er hele andere dingen naar voren kunnen komen, waardoor dat allemaal een beetje minder wordt. Ja. Dus ik vind dat wel hele goede dingen. De gedachte dingen. Is wel een goede. Ja, en de dingen inderdaad die onbesproken blijven in Den Haag, dat die ook eens een keer wat meer in het juiste licht komen te staan. Uit de achterkamer. Ja. Dankjewel voor je reactie. We gaan even kijken wat er zoal leeft op straat. Want elke aflevering van Gelderland Vandaag staat ook uw mening centraal via onze stelling. Afgelopen vrijdag was de stelling: ik ben blij dat het gewone leven weer begonnen is, naar aanleiding van het einde van de zomerperiode. Opmerkelijk genoeg bent u het daarmee eens. Maar liefst 89% is blij dat het normale leven weer begonnen is. Slechts 11% verlangt terug naar de zomerperiode. Hoe is dat hier aan tafel? Dini, verlang je ook terug naar de zomer? Of? Ja, ik vond het best wel lekker. Dat vrijheid, blijheid. Ja, mooi weer. Ja, dat was ook mooi warm. Weer. Maar ik vind dit ook goed. Dus als het voorbij is. Ik ga toch meestal in het naseizoen op vakantie. Dus, je bent nog niet op vakantie geweest? Nee, zomers ga ik bijna nooit. Ik ga meestal in het najaar en in het voorjaar. En Arjen? Verlang je terug naar de zomer of vind je het ook alweer prettig om aan het werk te zijn? Ja, ook wel natuurlijk. Maar voor mij is het werk ook wel een beetje doorgegaan deze zomer. En, ik zit graag op de racefiets en dan is het einde van de zomer en het begin van de koude periode, de natte periode, toch altijd een beetje jammer. Ja, hè? Maar op een gegeven moment is de fiets dan weer in de garage of niet? Ja, maar goed, dan kan de mountainbike misschien weer tevoorschijn komen. Dat hoor je dan inderdaad vaak, dan kun je het bos in. Dus je verlangt een klein beetje terug, maar... Ja, voor mij mag het eigenlijk altijd wel voorjaar zijn of zomer. Maar goed, ja. Niet te warm. Niet te warm. Nee. Dan de nieuwe stelling. Die heeft te maken met de verhoogde snelheid op de snelwegen. Er mag op veel snelwegen 130 km per uur gereden worden. Maar onduidelijk is precies waar en wanneer. En op de A1 van Deventer-Oost naar Lochem mag het wel. Maar op de A12 tussen Duiven en Zevenaar weer niet. Of alleen in de nachtelijke uren. De stelling is dan ook: het is veel te onduidelijk waar en wanneer 130 km per uur gereden mag worden. Bent u het eens of oneens? Laat het ons weten via hashtag FocusTV op Twitter, via Facebook of door ons te mailen. stelling@focus.tv. Woensdag ziet u de uitslag. We blijven bij de snelweg, want ook aan tafel. We hebben hem net al even aan het woord gehad. Arjan Wintersen van de actiegroep Argus A15.
Die spandoeken, we hadden het er straks al eventjes over. Argus A15, misschien moeten we daar even mee beginnen. Waar staat die groep voor? De stichting Argus A15 is opgericht in 2008. Eigenlijk met het doel om de belangen van met name bewoners van Zevenaar te behartigen. Ja, in alles wat er komt te kijken bij de doortrekking van de A15 vlak langs onze mooie plaats Zevenaar. Door de Liemers. Dat is precies de A15, hè? Die houdt op daar ergens. Die houdt nu nog op bij knooppunt Ressen, ja. Bemmel, in de Betuwe. En die, nou ja, het wordt nu redelijk concreet. Die wordt hoogstwaarschijnlijk doorgetrokken tot de A12 tussen Zevenaar en Duiven. En ja, van het begin af aan heeft de Stichting Argus A15 zich ingezet voor de belangen van de bewoners van Zevenaar. Want ons idee is dat een nieuwe snelweg is natuurlijk bedoeld om knelpunten op te lossen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat je die knelpunten gaat verleggen en het op andere plekken. En in dit concrete geval in Zevenaar, dat er nieuwe knelpunten ontstaan. En dat de bewoners uit het gebied met de dupe worden. Hoe ontstaat dat knelpunt? Rijkswaterstaat is dus voornemens om de belangrijkste aansluiting van Zevenaar op de A12 te sluiten. En daarvoor in de plaats krijgen we een aansluiting op die doorgetrokken A15 terug. Ja. En dat is niet goed? Op zich, het probleem wat dan ontstaat is dat er de hele infrastructuur in Zevenaar op dit moment is ingericht op die bestaande aansluiting. Mm-hmm. Centraal gelegen aan de noordoostkant van Zevenaar. Ja. Als je die opheft, dan wordt al het verkeer uit de kern getrokken naar een van beide kanten. Het meeste verkeer vanuit Zevenaar in de spits verplaatst zich richting het westen, dus richting Arnhem en Utrecht en verder. Ja. En al dat verkeer wordt naar de westkant van Zevenaar geleid. En daar is het wegennet niet op bedacht. Uit de cijfers van Rijkswaterstaat, de ergste getallen die daar in de trajectnota MER voor de A15 worden genoemd, blijkt dat het mogelijk 48.000 voertuigen per dag zijn door die woonwijken. Ja. Nou ja, dat kan je vergelijken met een behoorlijke snelweg. Dus Rijkswaterstaat kent die cijfers wel, 48.000 Rijkswaterstaat heeft nu al onderzoek gedaan, dat moet nog wel verder uit worden gewerkt. Ja. Maar ja, de eerste tekenen zijn toch wel dat het een behoorlijk... Maar kan dat volgens Rijkswaterstaat dan gewoon door Zevenaar? Ja, uiteindelijk kan alles natuurlijk. Hè. Dus je kan alle wegen opwaarderen en verbreden. Oké, dat moet er dan gebeuren. Dat gebeurt voor die A15 zelf ook. Hè. Je kunt woningen slopen en je kan het zo gek maken als je zelf wil. Alleen, wij zijn ervan overtuigd dat er ook minder ingrijpende oplossingen mogelijk zijn. En met een beetje goede wil dat het ook mogelijk is om die bestaande aansluiting te handhaven. Wat zou dan een goede oplossing zijn volgens jullie? Een goede oplossing bijvoorbeeld zou zijn door op de A12, waar nu juist de snelheid naar 130 km/u is gegaan gezet. Ja. Waar jullie stelling ook over gaat. Ja. Door de juist wat te matigen, dat is nu al het geval tot Duiven op de A12, dat zou je nog een klein stukje kunnen verlengen. Ja. En dan krijg je wat meer tijd voordat de automobilisten weer bij de volgende afslag zijn. En is die filevormende werking die op- en afrit die daarvan uitgaan, die is ook minder groot dan. We hebben eigenlijk al eens van het verantwoordelijk projectbureau via 15 te horen gekregen dat inderdaad klopt. Dat zo'n soort mogelijkheid wel denkbaar is. Oké, dus die oplossing is bekend. Ja, alleen dat hebben we tot nu toe alleen nog maar mondeling mogen horen. En we proberen nu toch een paar keer om dat ook eens een keer, om ze te verleiden om dat echt schriftelijk uit te werken. Mm-hmm. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dus we hopen toch op korte termijn dat we dat wat concreter horen. En dat we ook dan iets hebben om mee naar de politiek te gaan weer. Want we zijn er toch wel van overtuigd dat... Ja, waar een wil is in deze kwestie, is er een weg om een goede oplossing. Hoe zijn de reacties vanuit de politiek? Nou, de lokale politiek staat heel welwillend tegenover natuurlijk tegen dit idee om de bestaande aansluiting te handhaven. Ja, landelijk is nu, we zijn pas net zover dat het echt concreet duidelijk wordt dat die A15 wordt doorgetrokken op deze plek. We zitten nu midden in de verkiezingen. Mm-hmm. Ja, wij zijn in ieder geval van plan om als het stof rond die verkiezingen weer een beetje is neergedaald, om dan ook weer richting Den Haag te gaan en om daar politici aan te spreken op dit probleem. En bent u wel voorstander van het doortrekken van de A15? Nou ja, daar is ook nog wel op zich discussie over te voeren. We zijn nooit opgericht als een actiepartij of als een antipartij. We hebben altijd het idee gehad van we moeten ons constructief opstellen en gewoon... Als wij het idee hebben dat de uitwerking ongunstig is voor bewoners. Ja, precies. Ja. Dan moeten we gewoon meedenken en goede alternatieven aanreiken. Nou, dat heeft maar ten dele succes. Het is, je hebt ook als voorbeeld de hele discussie, dat is hier ook wel eens aan bod geweest bij jullie. Rond de brug bij het Pannerdenskanaal. Ja. Dat is uiteindelijk... Ja, heel veel bewoners willen graag dat het een tunnel wordt. Hij is toch uiteindelijk voor de brug gekozen.
Nou, dit is eigenlijk, dat was een heel groot thema. Dit is eigenlijk een veel makkelijker te realiseren wens uit het gebied eigenlijk. Het handhaven van een aansluiting. Ja. Dat is natuurlijk lang niet zo groot als een brug. Maar zelfs daar, bij zo'n onderwerp, lopen we toch een beetje tegen de muur aan. Zodra we bij Rijkswaterstaat aan tafel schuiven. En je mag wel inspreken, maar daar houdt het dan ook zo'n beetje op. Je wensen worden genoteerd en veel verder kom je niet. Dus we hopen toch wel dat met dit soort acties dat er geluisterd wordt. En dat we in ieder geval de politiek, want langs die weg zullen we toch ook dit keer weer moeten realiseren. Dat de politiek van dit probleem doordrongen raakt. Ja. Oké, dankjewel. Afgelopen weekend vond in Gendringen de regiocross plaats. Gas op de plank dus. En met piepende banden door de modder. Kijk mee. Toch een geweldig event hier weer in Gendringen. Ja, dat is het zeker. Ja. Het weer zit erg mee. Het is dit jaar ons 35 jaar bestaan. En, veel beter kunnen we het eigenlijk niet hebben dan dit. Nee, 35 jaar. Dat is een hele lange tijd, hè? Dat is een hele lange tijd. Dat is langer dan dat ik oud ben, zeg maar. Ik ben zelf 34. Dus een aantal oud-leden die hebben het opgericht. Die zijn inmiddels wel een stukje ouder. En inmiddels hebben wij de taak van het bestuur overgenomen. En dit jaar dus ons 35 jaar bestaan. Wat vind jij hier nou zo leuk aan? Ja, gewoon het harde rijden wat op de weg niet mag, hè. Ja. En hoe lang doe jij dit al? Sinds dat ik 14 ben. Dan mag je nog helemaal geen auto rijden? Dat is een speciale juniorklasse. En dat is van 14 tot 18 jaar. Maar zolang je geen rijbewijs hebt, mag je daar mee doen, ja. Heel veel succes zo dadelijk. Ja. Kun je eens even flink op de staart trappen, zoals het hier heet? Gewoon zo. Goed volgens mij, hè? Ja. Succes. Dank je wel. Dinsdagavond vanaf 7 uur ziet er overigens een compleet verslag van de autocross in Gendringen. Dan iets heel anders nu. Het grote Kika Amazingfeest komt eraan. We hadden het er straks al over. Ook dat wordt één grote spektakel als het aan organisator Dini Polman ligt. Vertel eens Dini, wat gaat er allemaal gebeuren op 16 september? Nou, het begint om 1 uur gaat de deur open. Ja? Het is bij Café de Olde Mulle in Vassenveld. En om 13:30 begint het. Wiebe Rijnsaat, de wethouder van de Oude IJsselstreek van Vassenveld, die doet altijd de opening. Ja. Weer voor de tweede keer heb ik bereid gevonden. Erik Schuurman, die komt de middag presenteren. Hij wilde dat graag doen voor mij. Ja. Nou, en er komen, ik heb totaal 14 artiesten. Ja, laten we eens gaan kijken wie er zo al optreden. Michel Walsink. Gaan we even een... Els Bakker. Ja. Gijs. Ja. Ja, we hebben, volgens mij hebben we een filmpje. We kunnen even gaan kijken. Oké. Ja, gaan we even doen. Jouw leven en dat is wat telt. Het was zo wonderbaar, het een fantastisch jaar voor ons twee.
Dat zijn allemaal behoorlijk vrolijke nummers. Ja, echte meezingers. Toch is het wel een serieus onderwerp. Hè? Waarom dan toch deze vrolijkheid? Ja, waarom? Ik vind, dan vraag ik meestal wel weer dat de artiesten komen zingen. Ze komen ook allemaal belangeloos voor de Kika. Het is voor het goede doel? Ja, het is voor het goede doel. Waarom Kika? Waarom heb je Kika uitgekozen? Ja, dat kwam vorig jaar zo te sprake. Zat ik met wat vrienden om tafel. En een van mijn vrienden, dat zoontje, die was ook ziek. Ja. En toen, daardoor is hij eigenlijk ook zo begonnen. Dat het voor Kika. Dus je zat daar om tafel met een paar vrienden en toen dacht je van, ik ga het organiseren. In de andere, ik had bij Café de Beugel toen. Ja. Wat zullen we dan? Ik wilde al best wel een hele tijd wat doen. Hoe ben je begonnen dan? Ik ben met de artiesten en zo. Ik heb met heel veel artiesten ben ik bevriend. Dus die kon je gewoon even bellen? Ik ken ze al wel een hele tijd. Vanaf 2005, 2006 is dat zo begonnen. Dan ga ik naar optredens toe. Ja. Je krijgt contacten en je doet wat voor hun. Je bent ook fan van de artiesten ik die optreden? Ik ben van heel veel artiesten fan. Dini kent iedereen en iedereen Dini kent Dini. Iedereen. Ja. Iedereen kent, En ik ben met heel veel artiesten bevriend. Ze komen ook bij me thuis. Ze komen zelfs op mijn verjaardag zingen. Zo. Ja. Ja. En het goed voor elkaar. Nou. Ja, daar zijn de menigen wel jaloers op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is ook wel eens, mooi dat je dit daar nu mee doet. Ja, en ik kreeg steeds wel meer aanmeldingen. Ik wil ook wel komen. Zoals Danny Nicolai. Ja, zegt hij. Vorig jaar. Waarom sta ik niet bij op de post? Ik zei, ik dacht dat je niet kwam. Ja, nu dus wel. Danny is ook een hele goede vriend van mij. Ja, ja allemaal wel. Tommy en Gijs Smit. Ook? Gijs ook. Gijs ken ik al ook. Vanaf 2006, 2005. Ja. Nou, Tommy Smit is ook echt een... daar heb ik ook heel veel contacten mee. Ja, allemaal. John Ente, Sascha Brouwer, Henry van Velsen. Ik denk als je muziek, zeg maar echt zielige muziek zou gaan maken, een beetje timide, dat komt ook niet veel mensen komen daarop af. Nee. Dus ik denk juist dat je het toch wel een beetje vrolijk moet houden. En het gaat erom wat werkt en Nederlandstalig, dat vinden de mensen toch wel leuk voor een feestje. Precies, ze komen ook van door heel Nederland komen ze naar Vassenval toe. Er zijn er veel kaarten, ook via de bank en zo, gereserveerd. En door heel Nederland. En ze kijken ook qua naar artiesten. En ik heb ook heel veel reacties gehad dat ik nog een goede artiest had staan. En we hebben nog een band in de afterparty vanaf 7 uur. Dat is ook nieuw. Hè? Ja, dat is voor het eerst heb ik een band. Die doen het ook belangeloos. Ja, die doen het ook. Kapitein Albatros. Die komen ook belangeloos optreden vanaf 7 uur. Dus en Gijs, belangeloos. Hè? Waarom is het belangrijk als artiest om aan dit soort evenementen mee te doen? Als ik over mij persoonlijk praat, dan ik doe 3 optredens per jaar voor allerlei goede doelen. Dat wisselt nog wel een beetje. Nou is het eigenlijk een vastgegeven geworden dat ik bij Dini ben, bij de Kika. En dat ik haar daar ook een beetje mee help. En voor de rest ben ik ambassadeur dan van 2 stichtingen. Waarvan eentje dadelijk opgaat in een andere stichting. Dus dat is nu even een beetje een wankelpuntje, zeg maar. Daar hoef ik dit jaar ook niks voor te doen. Dan heb ik weer een andere aanvraag. Je krijgt heel veel aanvragen. Mm-hmm. En je moet daarin een keuze maken. Want anders sta je iedere week wel ergens op te treden, belangeloos. Ja. Maar in ieder geval heel belangrijk, gewoon je eigen doelen uitzoeken. En dingen waar je zelf achter staat. Ja, zieke kinderen, daar zit niemand op te wachten. Ik heb zelf een zoontje van 2 1/4. En als die toch ziek zou worden, dan zou ik me daar niet heel erg best bij voelen, zeg maar. Dus ik vind het gewoon een heel goed doel. En daarbij komt inderdaad dat ik Dini al een lange tijd ken. Dus ik vind het hartstikke leuk om haar daar mee te kunnen helpen. Hartstikke mooi. Ja, ik vind het ook helemaal geweldig dat ze dat allemaal doen. Voor mij en voor Kika. Het ziet er ook nog eens hartstikke professioneel uit. Ik heb er een mooie flyer liggen. Ja, die flyer en die poster en kaartjes heb ik ook allemaal gesponsord gekregen. Ja.
En we hebben wat weg te geven. Ik zei het al aan het begin van het programma. 10 vrijkaarten mogen we weggeven. Ja. Die heb je meegenomen, hè? Die mogen, mogen wij weggeven. We hebben een actie gestart op Twitter. Die start dinsdagmiddag. En dat moet u even in de gaten houden. Want dan kunt u dus 10 vrijkaarten winnen. U kunt nu alvast mailen. Dat als u geen Twitter heeft of als u niet tweet, dan kan dat naar actie@focus.tv. Dat is het e-mailadres. Ja, daar kan het naartoe als u mee wilt doen. En of u kunt vanaf dinsdagmiddag dus Twitter in de gaten houden. Nee, 10 vrijkaarten. Wat kost een kaartje als mensen... De kaarten kosten €10. Ja? En op de dag zelf kosten ze €12,50 aan de duur. €12. Als je op de dag zelf aan de kassa komt, dan betaal je het al vanaf. Maar het is allemaal voor het goede doel. Dus ik zou zeggen, alles gaat naar het goede doel. ik zou bijna zeggen, kom dan pas op die zaterdag. Maar dan voor weten de kinderen, niet hoeveel mensen er voor komen. De kinderen tot 12 jaar is het gratis. Ja? Ja, en voor de kinderen sminken, ballonnen en een springkussen. Ja. Ook hebben we ook... We gewoon een gezellige middag van maken met de hele familie. Dat wordt echt, ik denk mooi. Dat het 16 september, kom allemaal naar Varsseveld. Heel mooi, heel mooi. Ja, we zijn aan het einde van de aflevering gekomen. Johan Oldekamp, wat staat er de komende tijd nog op de agenda? Nou ja, volgende week woensdag is het al verkiezingen, dus het is heel druk. Ja, morgen vroeg om 7:00 zit ik bij de radio. Ja. In jongerenradio FunX in Rotterdam. Ja. En ja, zo gaat het iedere dag door. Iedere kansje die ik krijg om in de media te komen, die grijp ik met twee handen aan. Nee, tuurlijk. U zit hier vandaag in Gelderland vandaag, hè, voor de Gelderse kiezer. Wat kunt u speciaal voor de Gelderse kiezer betekenen? Wat is straks al over de A15? Is dat een thema? Nou ja, wat wij zeggen is, de SOPM wil lokale problemen lokaal oplossen. Wij vinden het eigenlijk raar dat alles in Den Haag wordt besloten, terwijl we op een hele grote afstand staan van de mensen die ermee te maken hebben. En dat vinden wij geen goede zaak. Dus we willen veel meer zorgen dat op lokaal niveau beslissingen worden genomen, dat er ook veel meer bevoegdheid is en dat er ook fondsen voor zijn om dat te doen. Ja. En dan hoeft de overheid alleen maar die initiatieven te coördineren, maar niet alles centraal aan te sturen en te beslissen. Want daardoor krijg je juist een enorm gat tussen mensen hier in Gelderland en in Den Haag. En dat zie je overal in Nederland. Nou, en dat voelt niet goed, althans voor ons voelt dat niet goed. En dat hoeft ook helemaal niet. Dus we willen de overheid zo klein maken als dat maar kan. Ja, ik snap. Ik snap een beetje wat u bedoelt. Ik heb altijd het idee dat wij hier inderdaad een beetje achtergesteld zijn wat dat betreft. Als het om de wegen gaat. Hier bedoel je hier in de Achterhoek. Ja. In het Gelderse, mooie Gelderse landschap. Dat wij een beetje achter liggen ten opzichte van dat er in het Westen veel makkelijker, veel sneller geïnvesteerd wordt in het wegennet. Terwijl hier zijn ook net zo goed file problemen natuurlijk. Nou, de focus in Den Haag ligt met name op de Randstad. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Ja. Maar een heel groot deel van de Nederlanders woont niet in de Randstad. Ja. Dus, is dat ook iets waar jij het over vindt, Arjan? Ja, ik denk zeker wel dat dat meespeelt. Want je hebt niet veel met de politiek, zit je om tafel en zo. Merk je dat ook? Ja, dat merken wij ook. Ja, dat in het Westen, moet ik wel eerlijkheidshalve ook bij toegeven, dat bewoners in die gebieden ook sneller actief zijn. Dus dat is ook iets dat hier meespeelt. Het zit niet zo in onze aard hier in Gelderland, maar zeker ook niet in de Achterhoek, in de Liemers. Toch een beetje mentaliteit van doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja. En daar komt ook bij dat sommige van deze dossiers soms al tientallen jaren spelen. Daar hebben wij ook last van. Als je nu in Zevenaar mensen aanspreekt, en dat is waarom we nu met die spandoeken in de weer zijn. Mm. Is puur om aandacht te vragen voor dit probleem. Want mensen geloven het bijna niet meer. Hè. De plannen zijn nu heel concreet. Ja. Maar als je mensen spreekt en zeggen, daar hadden ze 30 jaar geleden al over die A15 en dat is iedere keer weer in de ijskast gezet en dat zal nu ook wel weer zo gaan. Ze geloven niet dat het echt gaat gebeuren. Dit keer zijn we toch verder dan ooit, dus wordt het toch echt tijd voor actie. Dus, en wat zijn de reacties op de spandoeken? Hoe lang hangen ze er? Ze hangen er nu sinds afgelopen weekend, dus een paar dagen eigenlijk. Ja. Reacties zijn goed. Op zich, voor zover je dat in korte tijd kan peilen. En we merken dat veel mensen nu onze website bezoeken, ons e-mailadres weten te vinden en een hoop vragen beginnen te stellen. Dat is eigenlijk precies wat we ook wilden bewerkstelligen met deze actie. Dus de spandoeken hebben effect. Ja. Goed zo. Ik wil nog heel even over de SOPN. Hè? SOPN, ik zeg het goed. Ja. Het zit er bij mij nu wel in. De kijker thuis, dankjewel. De kijker thuis, die hoort het nu voor het eerst, denk ik, heel veel mensen. Hoe lang bestaat de partij? Nou, dat probeer ik aan. Als persbureau bestaat het al 10 jaar. Maar we zijn vlak voor de val van kabinet Rutte stonden we ingeschreven bij de kiesraad. Ja. En toen hadden we besloten dat we de
persbureau hebben omgezet naar partij. Alleen partij vonden veel mensen geen fijn woord. Want we willen geen oude politiek bedrijven, we willen iets nieuws doen. Het is echt afstand van. Ja, dus we noemen onszelf pioniers. We zijn een volksbeweging die vrijheid wil, die vitaliteit wil en vooral verbondenheid. Alleen ja, als je mee wilt doen met de verkiezingen, moet je toch als een oude politieke partij inschrijven. Dus hebben we gedaan. Maar we willen eigenlijk niks met die oude politiek te maken hebben. Want de struisvogelpolitiek, vriendjespolitiek, achterkamertjespolitiek. En dat willen we allemaal niet meer. Nee. We willen openheid, transparantie en vooral inspraak door iedereen. En nu begreep ik dat de oprichter van de partij, dat is de heer Anton Teuben. En wat, die zit er nu niet meer bij? Of is hij nog wel betrokken? Of? Jawel, hij is wel betrokken. Maar ja, in de campagnetijd is de lijsttrekker natuurlijk degene die de campagne voert. Ja. En hij is voorzitter van het bestuur. Oh, oké, okay. Hij is nog wel betrokken bij de partij. Ja, ik las op internet dat hij niet meer in het bestuur zat. Op internet staan heel veel dingen die je met een korreltje zou ondernemen. Oh, oké. Okay. Dus, ja. Nee, okay. Hij staat ook op de lijst, op positie 38 uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja. Dus er kan ook nog op gestemd worden? Er kan nadrukkelijk op de heer Teuben gestemd worden, ja hoor. Hoeveel zetels hoopt u te behalen met de partij? Nou, we hopen op de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Alleen dat wordt kort dag als we het al volgende week woensdag verkiezingen hebben. Maar wij zeggen, wij vertegenwoordigen het belang van de meerderheid van de Nederlanders. Want wij willen namelijk dat de Nederlanders weer vertegenwoordigd worden in Den Haag. En dat is op dit moment niet het geval. Nou, als de Nederlanders daarvan overtuigd raken dat wij dat inderdaad kunnen gaan realiseren, dan kunnen we wel eens de meerderheid in de Tweede Kamer gaan halen. Dus daarom zeggen we gaan voor 76 kamerzetels. En op 12 september wordt duidelijk of het ook gaat lukken. Nou, stel dat het lukt. Dat zou heel mooi zijn, denk ik. Want dan kunnen we het partijprogramma omzetten naar regeerakkoord. En dan kunnen we heel snel werk gaan maken met bijvoorbeeld innovatieve benaderingen om kanker volledig te gaan genezen. Want ja, want ik vraag me dan echt af, hoe gaat u dat dan doen met dat basisinkomen? En hebben jullie dat ook? Hè? Want het klinkt allemaal niet eens zo heel gek. Maar hoe gaan jullie dat dan doen? Heel veel mensen hebben nu helemaal geen kijk. Iedere Nederlander heeft 25.000 euro schuld. Als je de totale staatsschuld die wij hebben delen door het aantal Nederlanders, dan kom je op dat bedrag uit. Ja. Dus u heeft 25.000 euro schuld. Hoe weet u dat? Ja. Nee, dat heeft onze staat. Ja. En heel veel mensen hebben eigenlijk helemaal geen inzage in hoe het financiële spel gespeeld wordt. Geld wordt gecreëerd uit het niets. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar de hypotheekverstrekker die mag het grootste deel, 9/10 van het bedrag, mag die creëren zonder dat het geld er al is geweest. Dus wij hebben een financiële ballon die steeds verder wordt opgeblazen en die gaat een keer knappen. Nou, die is toch al aan het leeglopen? Die kan niet leeglopen. Die gaat met een grote knal en dan is in één keer de euro weg. Dus dat gaat erin gebeuren. En wij vinden het veel belangrijker dat mensen weten hoe dat spel gespeeld wordt, hoe geld wordt gecreëerd. Hoe erg is dat als de euro, want dat zal dan gebeuren als die ballon knapt, dan is de euro weg. Maar hoe erg is dat in jullie optiek? Nou, dat, kijk, als mensen nu nog geld nodig hebben om boodschappen te kunnen doen, om eten te kunnen halen. Niet iedereen heeft een moestuintje waar hij zijn eten vandaan kan halen. Heel veel mensen zijn aangewezen op de supermarkten. En dan is het wel lastig als je geen geld meer hebt, want die supermarkten zullen dat niet gratis weg gaan geven. Dus er zal op het moment dat de euro instort, zal het een grote paniek geven. En wij willen eigenlijk voorkomen dat het zover komt door tijdig naar een waardevaste valuta te gaan. Want de euro, ja, dat is, als mensen zich er echt in gaan verdiepen, die euro is zo labiel als het maar kan. Die kan ieder moment kan die instorten. En dan hebben we een groot probleem. Dus wij willen weer iets hebben in Nederland wat waardevast is. Er wordt gezegd dat de pestmachines alweer aan zijn geweest met guldens. Klopt dat? Nou, heb ik geen weet van. Ja, ik heb maar het gehoord, wordt wel Er wordt wel serieus gesproken, heb ik begrepen, dat Duitsland en Nederland weer samen een nieuw moment gaan invoeren. Ah, oké. Okay. Oh. Want de euro, daar hebben we geen grip op. Daar zijn te veel landen mee bezig. En dat is één grote schuldenberg eigenlijk, die steeds erger wordt. En het is een soort trechter waar alles maar door blijft stromen. Ja. En wij willen, kijk, vroeger was geld gekoppeld aan iets wat waardevast was. Aan goud of aan zilver. En dat was nog redelijk stabiel. Maar op een gegeven moment is die gouden standaard is losgekoppeld. En vanaf dat moment kon geld steeds meer gecreëerd worden. Ja, de euro blijft een belangrijk thema, hè, in de komende verkiezingen. We zullen het allemaal gaan meemaken. 16 september gaan we allemaal naar de stembus. 12 is het dan. 16 september is 16 september. 16 is ook heel belangrijk. Ja, we hebben 12 en we hebben 16 september. Ja. Die moet u in uw agenda zetten. Ja. Nee, 16 september gaan we allemaal naar het Amazingfeest. En 12 september gaan we allemaal naar de stembus. Ja. En ik wens u allen heel veel succes. Hè, jullie met de voorbereidingen. Dank je wel. U verder met uw actie. En u met de verkiezingen. Heel veel succes. Dan zit het er echt op voor Gelderland vandaag. U bedankt voor het kijken. Woensdag zijn we er weer. Dan zit hier Davy van Aken. Kijk ook eens op onze website www.focus.tv. En volg ons via Twitter en Facebook. Graag tot de volgende keer. Dag.